Prinsjesdag is vrijwel vlekkeloos verlopen. De sfeer was volgens de politie goed en feestelijk. Langs de route van de rijtour stonden beduidend meer toeschouwers dan gebruikelijk om een glimp op te vangen van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. De koning bedankte het parlement en de bevolking voor de hartverwarmende start van zijn koningschap. Het kabinet wil de woningwet veranderen, zodat gemeenten als Den Haag de overlast van huisjesmelkers en pensions voor illegalen beter kunnen aanpakken. Ook wordt het mogelijk om bepaalde groepen te weren uit wijken. De gemeenten vragen al een tijdje om steun bij hun aanpak van illegale pensions die voor veel overlast zorgen. Minister Opstelten gaat de politiekosten bij grote evenementen niet doorberekenen aan organisaties. Clubs als ADO Den Haag hoeven dus niet te betalen voor de inzet van politiemensen bij wedstrijden. In de stadions moeten de clubs zelf zorgen voor de veiligheid. In het ADO-stadion worden bijvoorbeeld al een tijd stewards ingezet bij wedstrijden.